Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe excursievlog. Jazeker. Ja, we zijn onderweg om te gaan kijken voor een wiezel, hè, Robbie? Ja, klein rupsvoertuigje, Amerikaans, Tweede Wereldoorlog. Ja. Een beetje een blikken doosje. Het is een bouwpakket. Ja, dus we hebben de kar gewoon bij, dus heel misschien nemen we wel meteen mee, maar dat weten we nog niet, dat hangt er een beetje van af. In hoeverre dat die compleet is natuurlijk. Mart is er ook bij, die moet naar de wc. Oké, nou ik ben benieuwd, we gaan het daar zien. Ja, we zullen het zien. Kwartier, 20 minuten zijn we er en dan zien we hem. Spannend. Uurtje rijden, dus valt wel mee. Ja. Ja, ze zeggen tegen mij altijd, beter een slechte loop dan een slechte koop. Dus als het nou niks is, dan... Dan hebben we niet zo'n hele spannende video, maar dan hebben we in ieder geval geen project waar we niks mee kunnen. Ja, ik denk dat het wel een interessant ding is. Ja, zag er goed uit op de foto's. Ja, inderdaad. Ja, we zijn er. Soort van. Oeh, kijk eens aan. Oh, nou, hier is op plek. Moeten we een zeecontainer hebben? Ja, die heet die wel. Heel mooi. Hier heeft over te doen, kan ik kijken dat het open is of ik voor de sleutel gaan halen. Ja, ja. Goed. Dan lopen we even van die kant op. Ja. Ik denk droptank. Nou, Max, welke wil je hebben, jongen? Wil je vrachtwagen met een bonnetje op? Met hier. Ik ga brandstoftank, denk ik, of niet? Denk ik wel, ja. Oh, deze pas alleen in de aanhanger. Ook leuk. Nou, hij is al binnen hoor. Merk ze aankomen, hè, jongen. Het zijn allemaal zware dingen die op om kunnen vallen misschien. Ja, hé, hey, kom maar. Zo naar binnen. Is er niemand? Nou, we kunnen er zo ook al door. Ja, maar waarom moet er iemand zijn? Dat is heel dicht. De deur gaat dicht toe, zo. Ah, kijk. Moeten we een U-body hebben? Ja, zou ik inderdaad liggen. Ja hoor. Ja, inderdaad, ja. Dat is te dubbel en dan geklonken. Ja. Ja, dat gebeurt toch. Wat komt het er wel uit? Ja, dan leg je aan. Oh ja. Ja. Ook die. Oh, kan het licht aan misschien hier. Ja, normaal, de motor is goed, maar ja, die heeft hier wat in het nat gestaan. Dat is natuurlijk minder van... Een krukas, waar is die? Wacht, die zit... Ja, nou zijn daar eigenlijk is de body is eigenlijk heel spannender dan dat. Die is... Als het er maar bij zit. De krukas, ja. Zoveel andere projecten dat hij zei van, nee, goed, weg. Maar die is als vervanging bedoeld voor die rubbers? Waarschijnlijk, het lag erbij, dus die had al... Ja, ik heb toevallig zaten wij in een filmpje te kijken vanmorgen. Ja. Maar zaten ook van dit soort banden op. Ja, dus die heeft deze zijn veel breder, want die origineel zijn smaller. Met van die stalen dingetjes eruit. Ja, maar deze zijn er vier. En deze zijn er waarschijnlijk dan twee. Maar deze is niet origineel, deze. Want die zijn normaal veel dunner, toch? Het kan zijn dat het misschien herovertrokken zijn. Ja, precies. Normaal is dit wel canvas. Maar je ziet, deze is wel originele vulling. Het is niet zelf gemaakt. Nee, ja, het is canvas. Ja. Deze zijn herovertrokken, dus deze zijn nog canvas en dat zijn nog originele. Nee, een paar plekjes. Hier en daar, maar ja, die ga je toch moeten zandstralen en... Maar qua laswerk lijkt het al mee te vallen. Maar het is niet dat ik echt. Nee. Echt erg zie of zo. Nee. Ja, dit is even een reparatiehoek. Dan zijn ze gewoon ergens mee te gaan hangen. Ja, daar is je ook een beetje. Daar is je ook wel. Ik heb er nog twee in Amerika staan, maar die zijn volledig toeroest. Daar is veel werk aan. Ja, we hebben wel eens twee gehad met die hoop erbij. En we hebben bij eentje het complete bovenbouw vernieuwd, alleen de tunnel hebben we origineel kunnen houden. Deze zit er wel terugbij volgens mij, of niet? Deze sprocket. Die zit er niet, kijk, daar zit er volgens mij wat... Oh, wacht even, hij kon een snelheidsbak achterin liggen. Huh? Hier? Ja, ik dacht dat hij hier, dat hij echt voor...
Deze aandrijving gaat oh ja, wacht even. Ja, ik dacht dat de sprockets voor zaten bij dit ding, maar dat is helemaal niet, joh. Die aandrijflijn ligt er zo in, de versnellingsbakje zit achterin. Eigenlijk, ja, hier ligt die, maar... Oh ja, maar die zit er wel dubbel bij. Want dat zijn de spanrollen dan, Robbie. Die liggen hier ook. Kijk maar. Okay. Ja, dat kan zijn dat er bepaalde dingen... Ja, ja. Ja, deze zijn nieuwe. Kijk, die zitten zelfs nog in die zitten nog. Ik zeg het, die zijn nieuw. Ja, deze. De cracks zijn ze. Om op te leggen. Gereedschappen. Ja, gereedschappen nog. Hey, je hoort hier zelf gereedschappen er zo bij. Hoesjes. Van de kussentjes iets. Oh, zijn er misschien al nieuwe kussensets. Oh, deze is de huif. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Voor deze. Dat wordt zo op het eerste zicht is al wel aardig compleet wel, hè? Ja. Kijk, 6-cilinder. Ja, je kan het ook al zien. Het is 6 in lijn. Ja, 170 kubiek inch, toch? Hey. De riemen. Ja, die gast dat alles zitten er gewoon in. Zit daar in, of ja, die hadden jullie daar, of jullie er bijna uit toen? Ja, dat klopt, ja. Oh, is dat wel? Ja, dat is gewoon een stuk. Even kijken, wacht maar. Oh, daar komen die wieltjes op. Die zijn ook los. Dan gaan twee assen erin en dan zitten hier de wielen. Ja, daar hebben we aan twee kanten die roller zitten eigenlijk. Ja, dat is een schommelstelletje. Ja, er zit schroefdraad in, joh. Oh, dat zit met een vork aan de twee kanten een bout in of zo misschien of iets. Ja, ik weet even niet meer uit het hoofd. Oh, maar dit is allemaal niet zo dramatisch aan. Het moet gewoon geslepen worden en zo, maar... Weet je zo wat het is? Het zou me niks verbazen bij zo'n Amerikaanse motor dat je zelfs nog heel veel van die dingen gewoon nieuw kan kopen in zijn kleppen en zo. Die gaat dat is niet... Oh, ja. Die is er daar in. Daar komen die wieltjes op, ja. Ja, maar van die konische lagers. Ook nog wel gewoon goed allemaal, niet, tenminste niet in de roest. Nee. Oliefilter, trekhaak, ook nog een uitlaatbuis. Wat is die wat daar ligt? Is dat van is dat een naaf voor een spanwiel opgezet? Dat wel. Jawel, dat is een excenter volgens mij. Ja. Dat is kabelboord, originele kabel. Hé joh. Ah. Ja. Stuttebeker Corporation. Wel echt origineel, ja. Mag hier de bodem, ja, hij is roestig. Hij is behoorlijk roestig op met zijn oppervlakte. Hij is niet rond. Ja, dat is niet. Nee, maar deze kan ik gewoon schalen zonder dat er gaten in vallen. Nieuw. Oh joh, die zit nog in de dingen. Ja, het is dat. Ik dacht dat hij een nieuwe krik was. Dus. Inderdaad. Oh nou joh. Een extra kik hier. Zie je dat? Er zit helemaal een coating overheen, zie je, van de vet en zo. Om het te beschermen. Ja, die is gewoon goed. Een mooi bouwpakket zo. Zie je, ja, daar staat ook nog iets in. Lijkt ook nog wel een... Dit is de Tadonnas. Ah. Nieuwe. Ja. Oh ja. Oh, dat is een nieuw plaatje. Oh, dat is de koppelingsplaatje. Dat is schattig. Ja. Maar volgens mij zit er nog heel veel. Oh ja, kijk. Ja, zou je het zetten, een vretertje gehad een beetje. Maar ja, goed. Dus, kijk. Zie je, maar daar, moet, daar zijn gewoon, daar moet gewoon nieuwe in zetten. Dat zijn de boten van de motor. Ja, dat is mooi. Dat zijn natuurlijk allemaal van die Engelse maat ook. Dus goed dat dat erbij is. Ben jij er ook in geklommen? Ja. Oh, de gereedschappen. Ja. De gereedschappen voor de tracks. Inderdaad. Oh ja, die blokjes en zo. Ja, die hoeltjes. Kijk, de vingerpakket erin zet. Dus proef je deze onder tegen. Te vervuiligen. Oh jong, ja. Hé, kijk hier een volledig wielstel. Luchtfilter origineel. Ja, dat is dat is voor de brandstofdoop. Wat ginder, is dat ligt hij dan op een palet of wat? Oh, wacht, hij heeft een vliegwiel aangestuurd. Dus, en dan loopt de kardan. Daar zit dan een buis omheen of zo. Ja. Naar het versnellingsbakje. Die as hebben we nog. Nee. Maar die gaat denk ik van links naar rechts. Deze. Ja. Met die twee kanten schoonbrand. En welke, hoe zit dat met die kardan? Loopt hij in een buis of zo? Of de tunnel in. Dit is dadelijk vlak dicht. Ja, inderdaad. Ik wou zeggen, hier zit nog iets tegenaan geschroefd. Denk ik, een lager huis of zo. Ja. Ja, versnellingsbak. Zit die daar koud tegen? Nee, toch? Want de versnellingsbak ligt denk ik achter. Nee, de versnellingsbak ligt voor. Het differentieel ligt achter. Volgens mij ligt je versnellingsbak gewoon voor. Is dat niet één ding? Is dat is los van elkaar. Maar dan hebben we hier het differentieel, denk ik. Het differentieel ligt achterin. Ik dacht dat daar een zo'n transaxel zou zijn.
Deze is de versnellingsbak, kijk maar. Hier is de schakelmechanisme. En volgens mij komt er aan, kijk maar, weer kansen te flensen. Dus het versnellingsbakje ligt achter. Zou kunnen, ja. Dus dan heb je hier heb je de motor met koppelingshuis en dan heb je kadanas. Dan heb je hier jouw lagerblok op zitten. Ja, precies, dat bedoel ik. Dus dat lagerblok moet ergens zijn ook. De veerpakketjes. Oh ja. Voor de spanning. Er zit daar nog eentje liggen. Precies. Die zitten er gewoon op. Dus die zijn dubbel. Ja, precies. Hey, de hele achterkant is vernieuwd. Kijk maar, ze moeten ja, deze is nieuw. Ja, maar dat kan er zien, kijk maar. Oh ja. Maar heel netjes erin gelast en vlak gemaakt, hè? Ja. Hey, ja, hier. Deze is uitdeuken. Ja, daar hebben we nou gereedschap voor, hè? Ja. Ja. Hammer. Ja, die kunnen langs binnen bij, denk ik. Ja, die kunnen gewoon bij. Platen, zelf platen maken voor deze. Ja. Dan heb je die gewoon, dan heb je gewoon rupsen die je kapot kan rijden. Ja, dan heb je de originele die je dan. Ja. Dus kijk, die zullen vast. Even zo'n vast dingetje tegenkomen net ook. Ja, daar zit er net even niet bij. Maar het is niet zo'n zeldzaam ding of zo dat je er niks van kan vinden. Hè. Dat is zo. De laatste armen zitten erop. Aan deze kant. Twee toprollen zitten erop met steun. Ja. Dus wat jij mist is jouw armen zelf, die schommelarmen. Die mis jij twee. Ja, als ja van die wielstelletjes. Ja. Tegen deze heb je ook al wat twee extra. Maar het voordeel van die dingen, dat zijn wel de dingen die eigenlijk nooit kapot gaan. Nee, dat is deze. Ja, die, gaan niet, die rotten niet weg die, of zo. En deze armen, nee, maar die heb je niet. Deze moet je nog drie hebben en deze moet je nog minimaal twee hebben. Nee, maar ik wou zeggen, dat zijn wel dingen die blijven over. Als zo'n ding op een gegeven moment helemaal wegrolt, dat zijn delen die niet helemaal wegrollen. Ik zie één steekas. Ja, die moet er nog ergens één zijn eigenlijk. Het is voornamelijk overhaul voor de motor. Allemaal pistons. Dus de nokkenas ligt daar ook nog. Ja, ja. Oh, ja. Weet je of daar ook even die wieltjes liggen? Nee, daar. Die missen, lijken dat te missen. Hoeveel had je dan daar? Hier ligt één wielstel, dus hier zitten er vier op. Maar dat moeten er eigenlijk 32 van die wieltjes zijn. En die wielstellen hebben we ook niet, hè? Nee. Er ligt hier één wielstel. Nee. Of die moet hier onder de veerpakketten liggen, maar dat zie ik ook niet. Ja, volgens mij niet. Die zijn er niet bij. Echt veel van die loopwielen zijn er weg. Dan. Dat is wel jammer. Ja, dat is die twee die schommelstukken. Ja, dat zijn wel vitaal. Ja. Ik zou niet weten wat die kost als je ze kan vinden. Ja, oké. Okay. Dan stiekem nog ergens wel een pallet zijn, zou je bijna denken. Een plaatwerk. Mist ook, hè, Robby? Sorry? Steekas mist ook, hè? Ja, één steekas. Ja, de motorkap liggen en waar het dashboard invalt. Dit is de motorkap. Dit is de bovenkant. En die kap zit over de uitlaat heen. Kijk, hoe laag is dat? Het lijkt wel hier op te bouwen. Alleen hier douw je dan een tandkrans tussen. Ja, en die moet je dan erop lassen, denk ik of zo. Kijk, want deze die zie je. Nee, dit zijn vaste tandkransen. Ja. En die zijn los. Ja, dus die kan je hier omheen schuiven, denk ik. Tussenin schroeven. Zit daar boutgaten op? Volgens mij, ja, moet je even kijken. Ja, deze zijn gewoon, die zijn gewoon gesneden. Dat is volgens mij gewoon. Ja, precies, die heeft hij laten maken of zo. Kijk, die zijn gewoon waterstraal gesneden. Deze zijn niet origineel. Maar dit zou wel werken. Dan kun je inderdaad wel zo eentje aanpassen. Ja. Die weten we nog liegen ook. Deze weten we nog liegen ook. Oké. Okay. Ja. Als je het wel origineel hebt, dat kan dus. Want die dat heb kan, je. Want. Had hij ook die loopwielen? Het is dat ik nog moet achterhoren. Ja. Want die had ook nog van alle. Want die had ook magazijnen vol. Magazijnen. Hangars en zo, allemaal garages, stampes vol. En die mens zei het moet opgekuist worden. Ik heb nog twee wiezels in Amerika staan voor afbraak. Voor onderdelen. Voor onderdelen. Ja. Dus daar zitten, dat weet ik, daar zitten de dingen op. De schoenen, die zitten er allemaal. Dus je hebt sowieso. Sowieso heb ik er. Ja. Want. Die twee wiezels hebben al de schommels nog, maar ene, de bedoeling, die persoon waarvan ik gekocht heb, was ook ene wiezel kost terugmaken met de. Met twee, ja. Sowieso. Maar dan zit sowieso één set. Nee, maar sowieso kunnen we daar een brief afnemen. Ja. Als we zeggen we vinden het hier niet direct of dingen, maar daar kunnen we sowieso alles afnemen.
Ja, dus in principe komen we wel compleet. Ja. Ja, een klein dingetje zal altijd ontbreken, ja, maar dat is normaal. Ja. Eerlijk gezegd, dit is een heel mooi project. Daar is het. Ja, ja. Ja, want je hebt enorm veel NOS-stukken ook. Hè. Ja, daarom. Plus de zeldzame stukken zijn erbij. Ja, ja, die hijf en alles erbij en die ruiten erbij. Het zijn allemaal die kleine krulletjes eigenlijk. Kleine, die, ja, inderdaad, als we dan kunnen zorgen dat we grote stukken er ook erbij hebben, dan is, ja, dat is een mooi bouwpakket toch? Ja. Nou, even kijken bij die klokken nog dan. Ja, ja. Kijken. Kijken we even dit binnen. Want er zitten vier carburateurs bij. Dus. Ik zeg. Er staat er een enkel op. Ik denk dat er één geval moet. Ja, ik denk het ook. Daar lijkt het op. Eigenlijk een impellertje van een waterpomp. Hè? Ja, alleen dan zou je verwachten dat die iets rondgaat. Ja, inderdaad. Oh joh, daar, het dashboardje helemaal. Kijk hier dan. Dat is mooi nog. Zo. Nou, hij doet het niet. Zo, maar dat ziet er echt op te starten, maar. Oh, nokkaasje. Licht op licht rond. Dat is een pompje. Ja. Kiegas om op te voeren. Oh ja. Zo, ja. Inderdaad. Zit daar dan nieuwe zuigers misschien in? En hier zijn de zuigers met nieuw. Die heeft uit Amerika. Oh, er zitten ook drijfstangen aan, joh. Ja, en de drijfstangen, dat was het. Dus. Ja, ja. Oh, maar hier heb ik ook nog twee drijfstangen. Ja, dus uiteindelijk hier allemaal. En hier zitten er nog. Wacht. Zo, wacht. 6 mijl gereden. Ja, maar hier zit kijk nieuw. Wel van een oud vrouwtje geweest. Oh ja, inderdaad. Wanneer is de dagteller? 52 mijl gereden. Ja, dat zit er allemaal nieuw bij. Ja, ik weet het niet. Ik weet dat Amerikaanse spullen allemaal best wel goed aan te komen. Deze dingen fascineren me. Ik ben echt benieuwd. Misschien is er een van de kijkers die zo zegt wat het is. Er zitten er veel bij in ieder geval. Ja, bij die andere, bij die er zelf zaten er 8 al bij. Ja, inderdaad. En hier nog eens de stijl. Ja. Ja, oh ja, een nokkaas. Ja. Oh ja, ja. Je hebt inderdaad om die nat kijkje zien. Ja. Ja, maar ja, dat is voor niet roest. Scotchbrite. Daar komt we gaan nou naar huis. Nee, we gaan nog niet naar huis. Maar we hebben nog niet lang genoeg gekeken, maar het moet goed kijken, jongen. Wat denk je, Robbie? Ja, ik zie het wel zitten. Het is wel een mooi project, hè? Ja. Ook dat die body is ook echt gewoon gezond. Het is niet geen rotte krant of zo die je volledig moet restaureren. Het is alleen een beetje puzzelen wat er allemaal bij is natuurlijk. Ja, wat we misten, daar moeten we even overleggen hoe we dat dan met de prijzen kunnen doen. Ja, precies. Als het erbij later bij komt, dan komt het er later bij. Dat ja, vertrouw ik hebben. Ja. En ja, als je met een prijs eruit moet komen voor dit, precies. Je weet dat hij de onderdelen sowieso heeft. Kan alleen wat langer duren. Ja, maar ja, op zich is daar niet zo'n ramp. Er liggen op zich nog wel projecten op stapel, dus. Maar ja, dit is wel een heel tof ding, tenminste. Ja. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat jullie het ook leuk vinden, niet? Diesel is wel tof, hè? Ja. Het is ook wel iets wat ze wel meer binnen bereik voor veel mensen ook wel, denk ik. Ja. Je kunt daar gewoon, als je een garagebox hebt, kun je er in principe aan werken. Ja, precies. En de prijzen zijn ook niet zo gigantisch. Die worden geschat rond 30-35, helemaal perfect, alles compleet. Nou, als deze dag klaar is, dan is hij ook compleet. Ja. Ja, dan eens even kijken wat er wat kan ook vooral met die missende onderdelen dan. Ja, because this we don't put on the website voor de moment. Sowieso wat we in Amerika hebben, die kunnen we eraf halen van een van de wezels. Dus, ja, dat zou top zijn. En ik weet, normaal van die één persoon, die had er nog niet in gezien. Ja. Ja, nou ja. Ik moet zeggen, wij zien het eigenlijk wel zitten, dus het is een mooi project. Het is wel veel van die kleine onderdelen gewoon allemaal erbij. Ja, het is wel. Ja, en dan zou ik die missen het spul nog even goed afspreken dan. Ja. Ja. Nou, die komen misschien nog wel, of welk? Wat jij nou mist, komt dat nog wel, of weet je niet, of weet je zeker dat het niet komt, van die persoon? Ah, wat van deze onderdelen? Ik denk dat hij alles meegegeven heeft. Nee, precies. Hij heeft alles meegegeven. Ja, normaal wie gaat misschien volgende week zat hij vertrekken. Misschien wel. Ja, naar Noorwegen terug. Dus want ja, hij moet gaan. Dat kunnen we nog even luisteren. En dan zien we die één persoon ook die stukken heeft. Dus dan moeten we kijken. En sowieso in Amerika heb ik. Dus ja, hij kan sowieso rijdend gemaakt worden zonder al te veel moeite qua onderdelen. Ja, dat is geen probleem. Ja. Dat is 100%. Nee, dat is al heel wat waar. Ja, nee, precies.
Ja, ik weet niet met de prijs, omdat we nou onderdelen missen of daar, dat je daarmee kunt. Nee, want ja, als ik naar Amerika, dat gaat mij ook geld kosten. Nee, snap ik, maar ja, ik moet je toch vragen. Ja, ja, ik weet het, maar ja, aan de hand van de dingen, dus als we die nog naleveren, die wielen, dus ja, dan blijf ik bij de prijs. Ja. Als je zegt ja, nee, precies, maar dan zitten die onderdeel erbij. Dan, ja, 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 ja. Nee, maar dan dat buiten wordt niet... het wiel zelf, dat één, dat kan een kleine kost zijn dat we moeten bijbetalen. Maar ja. Daar... ja, goed, in principe hebben ze daar onderdelen voor geleverd. Ze hebben daar onderdelen voor geleverd. Als je maar liever een origineel. Als je liever een origineel hebt, ja, dan gaan we. Maar goed, daar zijn losse kosten, maar die andere onderdelen maar komen die, erbij. Die dingetjes, die wielen. Ja, die heb ik in Amerika, dus die kunnen we afwijzen, afhalen en die krijg je. Dat is eigenlijk het loopwerk, onderdelen het van loopwerk, ja. Dan. Ja, dat is verder. Ja, die ene steekas die ja, steekas dan. En het lager wat op de dingen zit, op de vliegwielhuis, die zit er volgens mij ook niet bij. Nee, ja, maar we gaan toch als je, volgens mij moet dat erbij zijn, want dan weet ik dat hij gezegd had. Ja, dan moeten we dadelijk gewoon even wat verder uitlaaien, dan zien we het wel. Ja, dat is de ene steekas die, we hebben nog maar één steekas gevonden. Ja. 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 Maar dat weet ik niet hoe dat zit, want er zit één lange as. Die gaat dwars door de differentieel in en daar zit jouw sprocket zo op. Ja. Nee, dat zijn twee assen wel, hè. Links en rechts natuurlijk. Ja, apart. Je moet apart aan kunnen rijden, maar als je het dan van de voorkant. Nee, dat kan niet. Nee, wat ik zo zie. Ah, ja, dan moet dat weer. Nee, inderdaad, dan gaat je steekas dan in. Ja, want je moet het kunnen. Ja. Er zit volgens mij de buitenkant, zit daar zo'n nee, trompet tegen. Je hebt gewoon jouw as en daar schroef je jouw wielen met jouw lagers op, jouw sprockets. De steekas die gaat erin en die koppelt jouw differentieel gedeelte met. Links en rechts aangeraakt. Ja. Ja. Dus dat is echt gewoon differentieel sturen, het is gewoon remmen één kant. Ja. Ja. Ja, want dan is het eigenlijk, ja, dan ja, we kunnen nou kijken wat er allemaal bij is. Of we zeggen van we gaan het thuis echt helemaal goed inventariseren. En dat we dan, kijk, als je zegt van ja, die spullen die er nou niet bij zijn, wat betreft het onderstel eigenlijk. Dat, ja, dat komt ja, goed. Het loopwerk, dat heb ik in Amerika dus dan. De rest van de kleine dingetjes zou je moeten krijgen. Ik ga niet alles. Nee. Het is ook niet te doen om altijd alles maar te controleren. Nee, dat kan dan het moet niet. Je eigenlijk voertuig van buiten kijken. Ja, nee, precies. Nee, dat is, als je er eenmaal aan begint, dan kom je toch kleine dingetjes tegen. En denk, oh, dat moeten we even erbij zoeken. Ja, en dat lagerblok, bewijzen van is er iets voor te maken als je niet kunt vinden. Achterop het vliegwielhuis. Ja, dat vind je mij, wel. Die vind je wel. Die dat zijn geen dingen die snel kapot gaan. Nee, het is zo. Ja. Dat is jou om de beslissing te nemen. Ja. Nou ja, kijk, als we verder qua onderstel compleet kunnen maken, dan denk ik dat de prijs wel goed is, toch? Ja. Nee, ik ken Peter lang genoeg om te vertrouwen dat het onderdeel ook goed komt. Daar geloof ik niet tegen. Ja, precies. Het staat op video nou, hè? Dus... Ja, we weten je te vinden. Dus dat, nee, maar dat geloof ik dan wel. Dat, het is gelukkig niet zo ver, dus hij heeft hier ook neer die spultjes op te halen. Dan, mooi denk ik. Helemaal goed. Dan maken we er een deal van. Ja, dat is goed. Ja, mooi. Tof project. Ja, dit is leuk. Ja. En straks als die 69 klaar is, dan hebben we iets om even tijd op te vullen. Ja, oké. Ja, mooi. Laten we het doen. Zo, ga ik even zo'n kant kijken. Kan die aan de kant? Die rond kunnen rijden? Oh, dat is dat dan net een auto achterstaan? Nee, ik dacht dat ik een auto zag staan erachter. Kijk, helemaal goed. Mart, wat doe jij? Ga jij mijn spulletjes in de kamer leggen? Nou gelijk heel de auto weer. Ik heb hem net gemaakt, joh. Hij sloopt hem ook meteen gewoon. Jammer. Dan zit die breken alles even, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Hoppatee. Ik had hem net teruggemaakt. Hier, niks mis mee. Dat zal sinds dan hebben. Moet ik eigenlijk thuis even meedoen.
twee stoeltjes alvast. Ja. Deze stoel op de aanhanger. Yes. Goed, ladies in paard. Mag ik er even bij? Dan doe ik het ook jij er netjes erin lagen. Voor deze ook? Ja. Want die pijnen deed een klein beetje wel, hè? Klein beetje naar links. Dat kunnen hoor, die zou best hier wel in de kant. Alleen opletten die armpjes niet naar beneden kletsen. Nee, het glas is toch al stuk ziek. Hè? En dan moeten we denk ik toch gewoon gehardglas inzetten voor de veiligheid niet. Je ziet het verschil niet. Ja. Oh, hij kan nog onder. Ja, daarom misschien hier even iets tussenleggen. Ja. Goed, zit achter al zo'n rugglas. Ik heb tegen Peter gezegd, die één rugleuning voor de schoenmist. Die is mij niet om aan te maken. Maar... Oh, ja. Kijk, en dan doen we die andere de band er al tussen, dan laten we hem zo erin zakken, trekken we maar een keer vast. Heb je dat niet geleerd, ik moet onderaf drempel doen. Ik heb net wie je moet geloven. Wat, dit? Ja. Maar ik wil hem zo. Ja, maar dan nog moet je... Oh ja, jij zit met de span, dat kan niet anders bedienen. Nee, ik wou net zeggen, als ik hem andersom doe... De kettingen zo moeten officieel, zegt men. Ja? Dan hebben die meneer van de spanbanden die spanbanden verkeerd in elkaar gezet. Dat klopt.
Kijk, dit waait er zomaar niet af. Kijk, precies buiten de poort gereden. Dit is wel goed, hè? Ja. Ik denk dat het goed is zo. Ik denk het ook. Kunnen we gaan meenemen? Ja. We hebben rustige weg, het is geen stuiterweg. Nee, erop. We hebben ook geen haast. Dat lijkt op tijd. Dat is fijn. Meestal komen die dingen allemaal van heel ver weg, maar deze die stond die gewoon dichtbij eigenlijk. Maar jij gaat er helemaal niet ook mee rijden. Ja, dat wil hij wel, denk ik. Ik denk dat Mark wel mee doet helpen. Ja, die vind ik mooi. Ja, dan moet je weten dat het is dus nou vandaag 6 december en Sinterklaas die was dus bij ons geweest. Vanochtend een berg cadeaus afgeleverd. We zijn een beetje later begonnen. Cadeautjes uitpakken. Hij heeft een berg nieuw speelgoed gehad. En ja, zei kom, we gaan voor een voertuig kijken. Nou, hij ging mee. Hij liet zijn speelgoed uit zijn handen vallen en hij ging gewoon mee. Ja, mooi hè? Of je hoeft geen speelgoed meer te kopen. Nee, het is gewoon dit vind ik veel mooier. Nog inladen. Ja, kijk. Nou, wij staan helemaal geladen. Ja. Ja, dankjewel. Hey, we houden contact. Dan komen we de jongen nog. En als je nog mensen weet voor Canada en Chevrolet Canada. Die ja, die hè? Ja. Staat ook te koop. Even kijken dan. Ja. Is het waar, waar de koppeling en de rem omgedraaid zit? Of is dat een ander voertuig? Weet ik niet. Maar soms, zoiets dergelijks zit er een koppelingspedaal en rempedaal omgewisseld. Echt? Ja. Levensgevaar. Hoe ligt het niet mee te rijden dan bijna? Nee. Ja. Dat is moeilijk. Hier iemand, dat is ongeveer bij het paleis op Soestdijk voor de deur gebeurd. En dan hadden vijf het ziekenhuis ingegaan. Ja joh. Trapt vol op de rem in plaats van de koppeling. Ja. Maar het is een mooie snuit, vind ik. Ja, zeker. Ja. 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 Het heeft iets. Ja. Nou ja, zo mensen zijn die hem willen kopen. Ja. Is daar kenteken bij of niet? Ja. Oh, dus je kunt er gewoon mee over de baan. Ja. Er zijn papieren bij, ja. Ja, ja. Dat is een Belgisch kenteken, denk ik dan, hè? Ja. Die hebben we buiten Europa gekocht. Dus, ja. Maar hij is nog niet, er staat geen Belgisch kenteken bij. Nee, die moet nog ingeschreven worden. Ah, ja. Maar ja, papieren zijn. Ja, dat is voor de koper, hè? Ja, precies. Ja, goed, als je naar een ander land gaat, moet je toch weer opnieuw. Nee, dus daarom. Dat maakt niet uit. Ja, dat is Tweede Wereldoorlog, hè? Tweede Wereldoorlog, maar volgens mij heb je nog veel meer te koop. Ja, we krijgen binnenkort een zestal Dodge binnen. WC51 en WC52. Ja. Dus een zestal die binnenkort binnenkomen. We hebben dan nog die International, heel zeldzaam model. De UH56. Net iets groter als de GMC, of niet? Ja, die zijn iets groter. Maar 3,5 ton? Ja. Die zijn door de Marines en de US Navy gebruikt. Ja. Dus ook rijdend voertuig, maar heel zeldzaam. Er zijn foto's van in Normandië. Dus er zijn er een paar geweest. Zijn er wel geweest. En gebruikt voor met de balloons voor de... Zijn die niet te laag konden vliegen? Dat is niet te laag als het uit. Ja, dat zijn die ballonnen die... Die grote ballonnen. Ja. Ja, en dan heb je nog reenactment spullen, tenten, kleding. Ja, alles. Wat heb je eigenlijk niet? Dat is misschien een kortere lijst. Ja. Veel materiaal kunnen we zien in de filmen. Hè? Dus binnen een paar weken komt Lee uit van Kate Winslet. En daar zie je hospital tent en zo, dat we volledig opgebouwd hebben voor de film. En dan de Masters of the Air, dat in 26 januari uitkomt. Was ik ook een hoofdleverancier voor de serie. Dus, je doet heel veel voor de filmindustrie. Ja. En deze, wat kost die? 12,5. 12.500, ja. Dus als er nou mensen nou zitten te kijken die denken, die wil ik hebben, dan waar kunnen ze jou vinden? www.qmi.be. Ja. Kijk, staat nergens. Dat is het Amerikaans stokhuis. Ja, oh, dat is een werkenmisvang. Een stok Amerikaan. Ja. Ik kan wel zeggen, ik ben hier vaker geweest, maar dat was niet van jou. Nee. Maar nou weet ik het. Oh ja, en die GMC is ook te koop. Dus ook met compleet met de ring en de dingen. Dus, ook, ik denk als er genoeg bieden is alles te koop. Ja. Ja, hey, tot binnenkort. Laat weten wanneer spulletjes er zijn, de laatste dingen dan. Dat is goed. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dan als we hinder zijn, want februari ga ik naar Amerika en dan ga ik proberen naar die gasten gaan.
achterlaten, houden we contact, dan kunnen we via WhatsApp. Ja, 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 je hebt mijn contact. Hij heeft nu een contact ook, ik heb niet zijn. Ja. Ja, ja. En een rugleuning van een van de stoeltjes. Ja, dat heb ik ook. Ja. Kijkt van dat kijkt het. Ja. Ja. Heel mooi. Hey, dan gaan we gauw rijden, want dan kunnen we nog. Ja, want het is nu voor de drukte. Want ja, dat is daarom dat ik ook wil vertrekken. Oké, tot ziens. Tot ziens. Die Volvo weer goed is. Zijn we dan weer? Oh, nou joh. Ja, dat hadden we vorige week nog niet gedacht dat we in één keer een wiesel hier op het trein zouden hebben. Dat was ik echt niet gepland. Maar ik had hem gevonden en ik kreeg hem naderhand ook nog getipt. Ik had hem aan Robbie doorgestuurd. En nou ja, nou we zien hier. Laatje. Daar een bak met de kleding. Oh, die kussentjes die gaan ja, door. Een elektrische pomp gewoon. Ja. Oh, dat is wel een chic ding eigenlijk. Hé, hey, nou zeg. Kijk eens even dan. Een wiesel. Wow, wieselbouwket. Staat op, hè? Hier, M29, M29C. Maar wel uit Zweden, denk ik of zo, toch? Of waar hebben ze die dingen gehad? Noorwegen? Ja, zoiets. Verk Toy Set. Gewoon een speelgoed set. Verk Toy Set. Hetzelfde proberen. Cap hem. Ja, nou heb je hem. Cap hem. Nou, gewoon gelijk helemaal achterover. Ik stond een bak. Je moet niet achteruit lopen, Ivo. Doe dat nou niet. Ik hoorde dat pas ook iemand tegen Rijn zeggen, die viel ook al bij. Ja, inderdaad. Maar ik rijd hier achteruit. Ja. Ik heb het achter, dan staat het allemaal binnen. Gaat het goed trekken, of niet, Robby? Ja, ruimte zat. Ja, hier ook. Een beetje indraaien. Beetje naar links van jou. Ja, we is rechtdoor zo. Ja, als hij heftig binnen is, is het eigenlijk goed. Wacht, ik kan hem heel erg laten zakken. Ik kan er al aan beginnen. Zo goed tegen de. Hij is binnen. Ja. Nee, dat is prima, hij is binnen, want dan. Ja. Ja. Even Firestone. Ja, differential. Ik ga die kist ook bewaren, een paar plankjes opmaken, gewoon een lading erin zetten. Ja. Die kist ja, die gaat sowieso mee. Ja, ja, dat is echt werkplaats spulletjes. Ja, het is een mooi setje wel, zoals hè. Het is wel een naoorlog, want er zit NATO embleem op de kist. Hupsa. Ja, die rupsen moet ook nog wel pakken. Heel voorzichtig oppakken, hier is een spannend tussen. Ja, inderdaad, en dat kan best wel zo rollen. Dat die, ja, wel, hij zit met die geleider nog, hangt hij in elkaar ook wel. Hè? Ja, deze rupsen hebben wij niet zo nauwkeurig gestudeerd eigenlijk. Nee, alleen die andere. Zo. Ja, maar ja, die rupsplaten zien er goed uit en we hebben die banden, dus we kunnen er gewoon een goede van maken. Verder? Gewoon zo ver mogelijk naar de struiken? Ja, ik zit hier in de... Ah, ja. Natuurlijk, op die bladeren hoop. Zo is goed. We kantelen hem zo eraf. Kijk,
Hoppa. Deze zo doen. Ja, kijk. Ja, nou kun je gewoon stukje voor stukje omhoog. Oh, wacht. Deze moet... Oh nee, dit lukt nog. Ja, nog. Ja, die blijft wel liggen. De heftruck weg, ja. Ja. Ja, met een beetje schuren kun je misschien gewoon heel lang draaien. Laat werk te repareren nog. Ja, ik zei net al. Ik was aan het kijken, maar de motor zit er helemaal niet in. Weg. Nou ja, die zit er wel in. Die ligt gewoon ergens anders. Die ligt daarop. Ja, precies. Nee? Daaronder. Ja, daarop. Die is verhuisd. Hey, ja. Mooi. Ja, denken jullie ervan? Is het een goed project? Of was het te duur? Of was, is het, wat denk je? Wat denk je wat de mensen hiervan vinden? Ja, ik denk dat ze het een gaaf project vinden, sowieso. Ja, vet toch? Ik denk dat ze het ook wel vet gaan vinden. Ik vind het in ieder geval wel tof. Ja, het is natuurlijk geen nieuw gekookt ding. Maar het is wel zo, het is wel een hele gezonde basis. Net als gewoon die body is echt gewoon al, ja, dat is eigenlijk laswerk is er eigenlijk wat dat betreft volgens mij niet aan, voor zover ik kan zien. Ja, alleen dat deukje hier, een paar kleine dingetjes gebeukt en ja. Als dat alles is. Ik denk dat echt het zwakste punt is van deze voertuig. Ja, en die rupsen wel, hè, met die rubberen banden, dat is ook wel een dingetje. Deze, maar ja, daar hebben nieuwe banden voorbij, dus dat kunnen we maken. Dit plaatje is er later ingezet. En dit gat is ook later geboord, kijk maar eens. Die de bramen nog eraan zitten. Ja. Het is later versterkt. Inderdaad, ja, op zich is het wel handig. Ja. Je hebt ook dit dingetje, maar dan aan die kant, hè? Ja, ja, heeft dan hij zo op zitten, ja. Ja, gewoon even netjes maken en gewoon laten zitten. Ja, je ja. Kunt, dan moet je hem hier los gaan slijpen om dit naar binnen te krijgen. Maar ja, dan moet je misschien maar gewoon laten zitten, gewoon karakter. Ja, ik denk dat het niet zo erg is dat er hier en daar wat deukjes in zitten en zo. Nee, dus, en als ze de grootste dingetjes eruit halen, als daar zit die rand een beetje omgevouwen, hierachter is je omgevouwen. Ja, ja dus, een beetje recht timmer ja. En leg. Ja, dit ook. Hallo. 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 Dat weet ik, wij zijn het ook aan het afsluiten, we zijn klaar. Kijk wat vind je ervan. Ja. Nieuwe auto voor jou. In plaats van Polo. No, God, please, no! 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 I'm in danger. Voor het geld hadden we een andere keuze kunnen kopen. Oh ja. En heel nog geld over ook. Het ziet eruit als een ijzeren doodskist. Het is wel een tweepersoons doodskist al wel. Vier? Ja, wel. Ja, het was een vierpersoons doodskist. Oh. Mooi toch? Nee. Ja. Vind ik jammer. Ik kan het goed voor die oude rommel. In ruilen voor batterijen? Ja, dat hebben we hebben de batterijen meegebracht. Ja. Dat is heel goed. Ah, ja toch hè? Wat ja hoor. Wat voor geld op de rekening om dat te betalen? Ja, ja toch wel. Ja, ja, dat was, ging nog net. Ja. Nee, goed dan. Hé, hey, we moeten gaan afsluiten. Dus, ja. Sean vindt in ieder geval niet zo'n mooi project. Ja, dat komt wel als hij geschilderd is. Als hij straks klaar is, dan denk ik dat ze toch stiekem ook wel. Ik denk het wel, als Lucas al mooi vindt. Ja, dan denk ik dat ze dit echt een grappig ding vindt. Dit is toch leuk joh. Ja. Dit is echt, dit is zo'n tof. Ja. Ja, hallo, zo'n ding hebben we hier achter ook al staan. Nee, dat is toch anders. Nee, dat is hetzelfde. Bijna. Bijna, niet helemaal. Ja. Ja. Komt goed. Ja, klopt. We hebben toch ook al een keuken? Ja, van de vorige bewoner. Ja, dat klopt. Maar een nieuwe keuken is toch ook bijna hetzelfde? Nee. Oh, dat is toch anders. Zie, er zijn dus toch verschillen wel. Ja, mooi. Goed dan. Hey, we gaan het afsluiten. Robby, ik zou zeggen bedankt voor de assistentie en gezelligheid natuurlijk. Ja. En ja, we gaan jou nog vaker zien. Hè? Dus, ja, hij moet ook een keer afgebouwd worden. Ja, precies. Ja. Ja, dat is leuk. Ik denk dat veel mensen het ook leuk vinden. Want dit project gaan we een beetje samen oppakken. Dus dit, ja. Dan gaan we de komende tijd gaan we hier ook mee aan de slag natuurlijk. Binnenkort de eerste keer alles eruit, inventaris maken, kijken wat we nou precies allemaal nog missen. Zeker. Ja. Ja, we krijgen dus nog een aantal onderdelen nog nageleverd.
van het loopwerk en zo. Dus dat is eigenlijk compleet. Maar ja, goed, je zult ook niet eraan ontkomen dat er nog kleine onderdeeltjes en zo missen. Dus, nee, dat is normaal. Boutjes, moertjes sowieso. Je kunt zeggen, ik kies ook voor originele boutjes, moertjes. Ja, maar ja. Dat kunnen we gewoon standaard bestellen op zo'n spannende manier. Het is wel allemaal Engelse draad, denk ik, dit. Ja. Of mag je er geen Engelse, in ieder geval geen metrisch? Nee. Dat zou ik niet doen. Ja. Dan moet dat dan moeten afsluiten. Liefst ging ik alles eruit halen nou, maar ja, dat... Geen tijd. Nee, precies, geen tijd. Dat komt binnenkort wel. Dus, ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Adoe.